allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en ik ga jullie vandaag alles leren over handlettering of handletteren in het Nederlands. Eerst gaan we het hebben over de materialen, want voor echt handletteren is het wel belangrijk dat je de juiste materialen hebt. Mijn favoriete fineliners zijn deze van Pigma, de Microns. Je hebt ze in verschillende diktes, ik heb er 5 zoals je ziet. Dit is de 01 fineliner, die is dus heel erg dun. Deze lekt helaas bij mij, niet zo fijn. En dan zie je hier de Micron 04. En deze is net ietsje dikker. En dan zie je hier de Micron 05, die is nog wat dikker en deze gebruik ik meestal. En dan hebben we hier de Micron 08 en deze is echt voor als je grotere, dikkere letters wil maken. En tot slot, voor hele dikke letters, de Micron 1,0. Ook is het leuk om een witte pen te hebben. Dit is de Sakura Pen Touch White. En deze kun je bijvoorbeeld gebruiken op bruin papier of op zwart papier. Of om highlights te zetten op zwarte letters. En dan hier het potlood dat ik het liefst gebruik. Dit is het Quantoré vulpotlood. En deze vind ik fijn omdat hij prettig in de hand ligt. En omdat hij hele mooie dunne lijntjes kan zetten. Dan hebben we hier de Sakura Pigma Brush Pens. En dit zijn dus gekleurde brush pens. En wat zo leuk is aan zo'n pen is dat ze een filterpunt hebben, maar die is heel erg flexibel. Dus je kunt hem plat drukken waardoor je een dikke lijn krijgt. Of gewoon normaal houden voor een wat dunner lijntje. Deze zijn wel nog een beetje lastig om mee te werken voor mij. Ik moet er nog flink mee oefenen, maar ze zijn wel een leuke toevoeging. Dan zijn er natuurlijk ook nog boeken en werkboeken om je te helpen met handletteren. Zeker als je een beginner bent is dat best wel fijn. Dit is het boek Handlettering Doe Je Zo van Karin Luttenberg. En dit was mijn eerste boek over handlettering. En deze is gewoon heel erg fijn om inspiratie uit op te halen. En het gaat heel veel over verschillende letters, verschillende kaders. Je kunt er ook uit leren hoe je banners kunt maken. Gewoon heel erg leuk voor inspiratie vooral. Daar hoort ook een werkboek bij en hier kun je vooral oefenen met de letters en met cijfers en je kunt banners maken. Ja, gewoon echt om even je eigen handschrift weer goed onder de knie te krijgen. En er staan ook wat opdrachtjes in met tekenen en verschillende letters door elkaar, etc. Dan heb ik ook nog het boek Handlettering en Doodles van Marieke Blokland. En in dit boek gaat het vooral ook over teken- en schildermaterialen. Daar wordt veel aandacht aan besteed en verschillende soorten papier, etc. Maar ook over kleurcombinaties die je kunt gebruiken. En natuurlijk, zoals de titel al zegt, doodles. Dus ook hier kun je veel inspiratie uit opdoen. Super handig. En daar hoort natuurlijk ook een werkboek bij. En in dit werkboek leer je ook weer verschillende letters en lettertypen. En er staan ook een paar doodle- en tekenopdrachtjes in om na te maken. Dan gaan we het nu hebben over de basics van het handletteren. Je ziet hier dat ik in sierlijke letters hallo schrijf, heel simpel. En dan ga ik jullie nu iets leren over het handletteren en het nep-calligrafie-principe. Eigenlijk is het heel simpel. Alle lijnen die naar beneden gaan, die maak je dus dubbel. En als je hier nog moeite mee hebt, dan is het makkelijk om de letter eventjes te volgen met je pen. En alle lijnen die naar beneden gaan, daar zet je dus ook echt een tweede lijn ernaast. En dan krijg je dus dat neppe calligrafie effect wat zo populair is voor handlettering. Dan kleur je natuurlijk de dubbele lijnen in, zodat het ook echt calligrafie letters worden. En dat ziet er dan zo uit. Je kunt het natuurlijk ook anders doen. Hier zie je dat ik even heel simpel mijn naam schrijf, wederom in sierlijke letters. En ook hierbij ga ik de lijnen die naar beneden lopen dubbel trekken eigenlijk. Dus daarnaast zet ik nog een lijntje. Zorg er wel voor dat die lijnen vloeiend in elkaar overlopen. Bij het vorige woord zag je dat ik deze lijnen inkleurde, maar je kunt ze natuurlijk ook gewoon openlaten. Dat geeft ook een heel leuk effect. En dit hoeft natuurlijk niet alleen bij sierlijke letters, maar kan ook gewoon bij blokletters. Dus hier schrijf ik weer het woord hallo in hoofdletters. Niet alleen blokletters, maar ook nog eens hoofdletters. En hier ga ik alle voorste lijnen die naar beneden lopen dubbel maken. Nou, en je kunt ze ook bijvoorbeeld invullen met streepjes. Dat geeft ook weer een heel ander, wat speelser effect.
En het leukste bij een handlettering creatie is als je verschillende fonts gebruikt, dus verschillende letters. Hier zie je dat ik een beetje speelse hoofdblokletters gebruik. En voor het woordje worry gebruik ik dan weer wat sierlijke letters. En B krijgt 3 strepen langs de zijkanten. En happy ga ik weer in diezelfde speelse blokletters schrijven. En dat ziet er gewoon echt heel erg leuk uit als je verschillende fonts gebruikt. Oh ja, en hier maak ik nog even een donut van de O. Want er staat natuurlijk donut, worry, be happy in plaats van donut. Ja, je snapt het wel. Wat ook heel erg handig is, is om verschillende fonts uit te proberen. Dus pak 1 woord, ik heb het woord love gekozen. En dat ga ik gewoon op heel veel verschillende manieren op een papier opschrijven. Dus ik gebruik sierlijke letters, ik gebruik dubbele lijnen, ik gebruik blokletters, hoofdletters, hartjes, stippeltjes, allerlei dingen tussendoor om de letters leuker, speelser en op zoveel mogelijk verschillende manieren op te schrijven. En dit is echt super handig als je nieuwe creaties wil gaan maken, maar bijvoorbeeld geen inspiratie hebt voor verschillende fonts. Ik heb dit ook in het net gedaan, dus echt op een mooi dik papier. En die gebruik ik nog heel vaak als ik nieuwe creaties ga maken. Dus echt super handig om er gewoon af en toe bij te pakken. En dan gaan we nu over op het handletteren op waterverf. Dit is een hele makkelijke manier om met handletteren te beginnen, omdat het eigenlijk gaat om kleinere, makkelijkere quotes. Nou, je ziet hier dat ik een achtergrond maak met wat waterverf, heel weinig verf en heel veel water, zodat het een mooie lichte pasteltint wordt. En ik gebruik roze en paars gewoon een beetje afwisselend en daarmee maak ik wat stroken, zodat het er ja, een beetje als een soort van rommelige achtergrond uit komt te zien. En daarna spetter ik er nog met wat verf over. Eerst een beetje paars en daarna nog roze en een beetje ja, crèmekleurachtig. En dat geeft dan weer net wat meer dimensie aan je achtergrond. Dat laat je natuurlijk goed drogen en daarna gaan we aan de slag met het handletteren. Het eerste gedeelte van dit stukje heeft helaas niet opgenomen. Maar goed, het enige wat ik heb gedaan is met potlood het woord perfectly opgeschreven. En hier zie je dat ik dan het woord imperfect op ga schrijven. Normaal gesproken maak ik ook lijntjes, dat zie je straks ook. Maar voor deze dacht ik, nou ja, perfectly imperfect. Dus het hoeft ook niet perfect recht te zijn. En daarna ga ik heel simpel met de Pigma Micron pennen over de potloodlijnen heen. En dat potlood is gewoon super handig, zodat je niet in één keer een hele erge fout maakt, maar bijvoorbeeld het nog weg kunt gummen als je uitschiet. Het papier dat ik gebruikte was helaas een beetje te dun, dus daardoor zijn de letters een beetje gaan bloeden in het papier. Maar daar moet je maar eventjes niet op letten. Gebruik vooral heel dik aquarelpapier als je met waterverf werkt. Ik zette nog 2 stipjes naast het woord imperfect, dat vond ik wel leuk staan. En daarna heb ik weer een soort dubbele lijnen gemaakt, maar dan niet helemaal zoals ik jullie net liet zien bij de basics. Maar gewoon om het woord ietsje meer jeu te geven. Dus ik connect de lijnen niet helemaal, maar geef het woord ietsje meer dimensie, zodat het er wat meer uitkomt. Onthoud gewoon dat je dat dan alleen moet doen bij de lijnen die naar beneden gaan. Dan wordt het het mooist. En bij de P van imperfect zette ik nog wat streepjes om ook dat woord ietsje specialer te maken. En daarna heb ik de potloodlijntjes voorzichtig weggegund. Maar dat ging een beetje lastig omdat dit papier niet helemaal het juiste papier is voor waterverf. Maar goed. De eerste creatie. Dan gaan we nu door naar het traditioneel handletteren. Heel belangrijk als je mooie, nette creaties wil maken is om lijnen te zetten. Dus dat zie je me hier ook doen. Gewoon met potlood een dun lijntje. Zodat je precies weet waar de letters moeten komen. Zodat de letterafstand bij alle regels ook gelijk is als je dat wil in ieder geval. En zodat alle letters op dezelfde hoogte worden geschreven. En ook hier ga ik eerst weer met potlood de lijnen maken. Een soort schetsen. En hiermee kan je je handlettering creatie echt zo perfect mogelijk maken, doordat je gewoon kunt gummen als iets niet helemaal recht is of niet helemaal naar jouw smaak.
Ik ga hier de quote "You will forever be my always" maken. En je ziet ook dat ik een paar doodles erbij heb gedaan met wat blaadjes en wat hartjes. Gewoon om het een beetje op te vullen en wat leuker te maken. En hier ga ik natuurlijk weer met de zwarte inktpen van Pigma Micron eroverheen om de letters mooi zwart te maken. En je ziet hier ook weer dat ik verschillende lettertypen heb gebruikt en dat brengt je creatie echt een beetje tot leven. Ook hier heb ik weer gebruik gemaakt van de neppe calligrafie methode. Dus alle lijnen die omlaag gaan heb ik eigenlijk dubbel getrokken. En daarna vul ik al die dubbele lijnen in bij de woorden forever en always. Daarna gum ik alle potloodlijntjes weg. En dan zul je zien dat je creatie opeens een stuk mooier en netter eruit ziet. En ik vond hem nog een beetje leeg, dus ik besloot om gewoon een rand om de quote te zetten. En dit hoeft juist niet netjes. Het is wel leuk als dat een beetje op een speelse manier gaat. En aan de rechterkant vond ik dat ik iets te veel ruimte over had. Dus ik besloot hier nog een kleine doodle te maken van een hangend hartje. Dus eerst een lijntje en daarna maak ik gewoon een hartje. Eerst dacht ik dat ik het hartje niet helemaal zou inkleuren, maar later heb ik dat toch wel gedaan. Ik heb bovenaan nog even een strikje gemaakt en het hartje ingekleurd uiteindelijk. En dat was dan mijn handlettering creatie van vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn YouTube kanaal. En laat zeker even in de reacties achter of jij ook aan handlettering doet. En ja, of je vaker dit soort video's zou willen zien. Doei!